Ter voorbereiding op de grote Grand Prix in Laguna Seca van het afgelopen weekend waren alle internationale toppers ook aanwezig in Hengelo. Egbert Strooyer en Bernd Snieders. Alain Michel en Jean-Marc Frest. De wereldkampioenen Webster en Hewitt. En natuurlijk ook Abbott en Smit, rijdend met start nummer 10. Het was voor de organisatoren een aangename verrassing dat zij het neusje van de internationale zijspan Zalm hier in Hengelo aan de start konden krijgen. Met nummer 3 aan de leiding Egbert Strooyer en Bernd Snieders. En daarachter met nummer 4 Alain Michel en Jean-Marc Frest. De rest volgt en heeft grote problemen om die top bij te houden. Want die mannen gingen ontzettend hard over het circuit heen. Dan plotseling de équipe Alain Michel en Jean-Marc Frest. Strooyer en Snieders zijn helaas uitgevallen. En dat betekent dat de winst gaat naar Alain Michel en Jean-Marc Frest. De tweede plaats gaat naar de gebroeders.